De troon of de liefde? Mocht Amalia ooit voor deze keuze komen te staan, dan lijkt haar voorkeur uit te gaan naar de liefde. Het is voor een royal niet eenvoudig om de juiste partner te vinden. Niet alleen moet ze erop vertrouwen dat de intenties van eventuele partners oprecht zijn, maar ook volgt het hele land haar keuze op de voet. Bovendien is er toestemming van de regering nodig voor een huwelijk. Hoe kijkt Amalia naar haar toekomstige partner? Willem Alexander gaf ooit aan dat hij de liefde boven alles zou verkiezen, zelfs als de regering geen toestemming zou geven voor zijn huwelijk. Prinses Amalia lijkt deze houding over te nemen als het gaat om haar toekomstige partner. In het boek Amalia van Claudia de Brij vertelde ze: Als hij de man is die me steunt, van wie ik houd, met wie ik mijn leven wil delen, en het parlement geeft geen toestemming, dan moet ik maar zien wat ik doe. Ik kan niet ten koste van mezelf kiezen want dan kan ik ook niet het beste voor ons land geven. Over haar liefdesleven blijft Amalia discreet, maar ze onthult wel dat ze een romantische aard heeft. Haar ideale partner zou hoffelijke manieren hebben, zoals je die ziet in films over keizerin Sissi. De regering heeft eerder aangegeven dat Amalia ook koningin kan worden als ze zou trouwen met een vrouw. De prinses laat weten dat dit binnen haar familie geen probleem zou zijn. Mijn ouders hebben veel verschillende vrienden. Ik ben opgegroeid met oom en oom, en tante en tante. Een minder galant voorval was echter de weddenschap die een aantal jongens schijnen te hebben afgesloten. De eerste die Amalia zou versieren, zou 100 euro te goed krijgen voor het computerspel FIFA. Een pijnlijke ervaring voor de kroonprinses.